Ik huur en ik wil ook zonnepanelen. Nou, dit kun je doen. Heeft je huurwoning een eigen dak? Nee? Nou, dan woon je waarschijnlijk in een appartement of flat en dan deel je dus je dak. En vaak zijn zonnepanelen dan geen optie. Ja? Heeft je huurwoning wel een eigen dak? Blijf dan vooral kijken. Heb je toestemming van je verhuurder? Nee? Neem contact op met je verhuurder. Krijg je geen toestemming, je kunt dan vaak wel zonnepanelen plaatsen. Maar de kans bestaat dat de verhuurder je vraagt de woning bij verhuizing weer volledig terug te brengen in de oorspronkelijke staat. En hier kunnen dan kosten aan verbonden zijn. Of probeer bijvoorbeeld samen met je buren je verhuurder of woningcoöperatie te overtuigen zodat je wel toestemming krijgt. En soms moet je elektriciteitsaansluiting verzwaard worden. Of heb je een andere elektriciteitsmeter nodig. Hier komen wij dan bij om de hoek kijken. We passen de aansluiting aan en dan wordt een nieuwe meter geplaatst. Huren en verduurzamen. Laat ik het verhuurzamen noemen. Op welke manier wil jij je woning verhuurzamen?